In deze les gaan we het hebben over uitschakelen van de verdediging. Je ziet de stelling op het bord al staan. Met onze witte toren valt de loper aan. Maar als we hem direct zouden slaan, kan het paard de toren terugnemen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus wat we moeten doen, is de verdediger eerst uitschakelen. Dat doen we door met de loper het paard te slaan. En als zwart die loper terugneemt, zien we dat de zwarte loper die net nog gedekt stond, nu de verdediger is verloren en nu kan dus de witte toren gewoon de loper eraf slaan. Op deze manier hebben we een stuk gewonnen. Het is een hele belangrijke techniek om te leren. De opruimen, het uitschakelen eigenlijk van de verdediger. Succes!